Goedemiddag allemaal. Is er nog een beetje energie in de zaal? Yes. Nou, ik heb echt nog enorm veel energie. We hebben natuurlijk nu de derde dag van de avonds open. En we begonnen vanochtend met een mooie verrassing van onze lieve marketingcollega's. En toen stonden we als een stel maloten, stonden de polonaise te doen en la 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 te zingen in het restaurant. Laten we zeggen, het is goed dat jullie er nog niet waren, want dan zouden jullie mijn verhaal nu niet zo serieus kunnen nemen. We gaan het even lekker hebben over CRM. En nou moet ik even kijken of ik mijn sheets op het scherm kan toveren. Abracadabra. Nee, nou dan doe ik het zelf. Jongens, help. Ja, daar ben ik. Toegankelijke data en gestroomlijnde processen. Ja, we weten het mooi te voorkomen, hè? CRM op orde, dat is waar we met jullie willen over gaan praten. En CRM heeft eigenlijk een best wel een belangrijke rol binnen onze software. CRM is namelijk de basis van heel veel andere zaken. En dan heb ik het over organisaties en personen. Organisaties en personen in CRM is eigenlijk de basis voor allerlei andere verschillende rollen. Of je het hebt over medewerkers, werkgevers, instanties, je klanten, je inkooprelatie, verkooprelatie. Of zelfs administratie of instanties. Het zijn allemaal organisaties en personen. En die entiteiten, organisaties en personen, die zitten in CRM. En daar wil ik vandaag met jullie over gaan praten. Over hoe we die entiteiten gebruiken om dossier op vast te leggen. En hoe we dat dossier wat we in CRM vastleggen, hoe we dat kunnen gaan gebruiken om zowel onze klanten als onze medewerkers beter van dienst te kunnen zijn. En nou was ik zelf in ons eigen dossier aan het zoeken en ik kwam een oude sheet tegen. En ik overdrijf niet, deze sheet is 15 tot 20 jaar oud. En ik wilde hem jullie niet onthouden. Toen was hij nog vierkant, dus ik heb hem wel even breedbeeld gemaakt. Maar deze sheet legt uit wat dossier is binnen onze software. Deze archiefkast, sommige van jullie hebben hem misschien nog al staan. Dat is je dossier. Vervolgens kennen we in onze software het type dossieritem. Dat is deze multimap. Daarnaast hebben we van die gekleurde dingetjes, ik weet niet hoe dit heet, hadden we vroeger. Dat zou je in onze software kunnen zien als de kenmerken die een bepaald dossieritem hebben. We hebben het dossieritem zelf, dat is een bestand, een contract, een document, kan van alles zijn. Dat is het dossieritem zelf. En we hebben reacties of de bijlages, bestanden die je aan het dossieritem kan koppelen. We hebben de velden, dus wat wil je zichtbaar maken in je portaal? Wat zijn de velden die mensen kunnen zien? Nou, dat is de markeerstift. En we hebben de bestemming, wie moet er wat mee doen? En tot slot het wagentje wat de workflow is. Nou, dit is dus 15 jaar later nog steeds het geval. Onze software werkt, zoals je hier op het scherm getoond ziet, zo werkt onze software. En dat dossier is ontzettend belangrijk. Het is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van onze software, want eigenlijk alles wat er gebeurt, elk proces, elke vastlegging, leidt tot een dossieritem. En of we het nou hebben over een medewerker, de loonstrook, de declaratie die in wordt gediend, een inkooporder die wordt geboekt, een serviceaanvraag die jullie indienen via ons klantportal. Het zijn allemaal dossieritems. Het zijn allemaal stukjes informatie die andere mensen die de software gebruiken, kunnen gaan gebruiken om hun werk te doen. En die vastlegging gebeurt eigenlijk overal. Door de hele organisatie heen. Dus het is al lang niet meer zo dat er een of andere typmiep dit in zit te voeren. Nee, mensen voeren processen uit, mensen doen hun werk. En terwijl mensen dat doen, zijn we die database met informatie aan het verrijken. Jullie helpen ons daar ook bij. In en outside zijn processen. Processen die medewerker uitvoert, processen die een klant uitvoert. Maar die processen in outside, dat zijn jullie die ons van informatie voorzien over jullie zelf. De klantportal die we hebben, waar jullie je inschrijven voor een avonds open zoals deze. Waar jullie een incident vastleggen. Waar jullie je inschrijven voor een bepaalde cursus. Dat zijn allemaal plekken waar jullie ons informatie geven over jezelf en over jullie organisatie. Wij weten bijvoorbeeld wat jullie dieetwensen zijn. Zoals we op dagen dat we daar rekening mee moeten houden, dan weten we hoe de vorige in de stil zit. Wij weten van heel veel van jullie, nou, van ieder van jullie, weten we hoe jullie eruit zien. Want er staat een foto in ons CRM. En als ik vervolgens een afspraak met jullie heb en ik moet jullie opzoeken bij de koffiecorner, dan weet ik precies op wie ik af moet stappen. Ik zal nog sterker vertellen, wij weten van heel veel van jullie wat jullie favoriete muzieksmaak is. Want die vragen we links-rechts vragen ze uit. En als wij dan een leuk evenement hebben bij de Avonds Live, dan kunnen we jullie daarvoor uitnodigen. Hè, dus snap jullie wat ik bedoel? Die klantportal helpt ons om eigenlijk een profiel, een dossier op jullie op te bouwen. En dat dossier kunnen wij vervolgens gebruiken. Als een accountmanager of een consultant bij jullie langskomt, dan kan die zien. Hey, leuk, ik ga hier een mooi gesprek voeren, maar moet ik het niet eerst even hebben over die derde aanmaning die nog open staat? Of ik kan wel heel leuk die drempel overstappen met een grote grijns, alleen er loopt misschien nog wel een bepaalde klacht. He, dus dat dossier in de organisatie, dat ondersteunt ons eigenlijk in ons dagelijks werk. En we gebruiken dat voor alles wat we hier bij AFAS doen. En daar willen wij een stukje inspiratie aan jullie meegeven. Maar er ligt ook een risico op de loer.
En dit is iets waar wij ons absoluut ook schuldig aan maken. Wij gebruiken ons software heel zwaar. Voor mij hebben we nu iets van 220 verschillende type dossier-items die we vastleggen. En dat zijn dingen die dagelijks worden gedaan door honderden mensen. Dus je krijgt miljoenen dossier-items. En die miljoenen dossier-items, die moeten wel op de juiste manier op inside of op outside geplaatst worden om die informatie waardevol te houden. Want als ik zeg, joh, ik gooi alles in één bak, succes met filteren, dan laat je de gebruiker een beetje aan zijn lot over. En dus jullie taak om als applicatiebeheerder of als ondernemer na te denken, welke informatie wil ik mijn gebruikers voorschotelen? Wat wil die consultant of die supportmedewerker zien wanneer die een klant raadpleegt? En hoe ga ik zorgen dat die data die ik elke dag aan het vastleggen ben, dat ik die goed inzichtelijk hou? Nou, dit stukje wil ik even aan jullie gaan laten zien. En voor mijn demo beginnen we even bij onze eigen klantportal. Gewoon eventjes voor de vorm. Nou, jullie kennen deze allemaal, want jullie hebben hier ook ingeschreven voor de AFS Open. En op de klantportal staan enorm veel pagina's over van alles en nog wat. We hebben het over ondersteuning, we hebben het productinformatie, we hebben het over kennis opdoen. We hebben hier de mogelijkheid om gegevens te wijzigen. Nou, je kan hier een contactpersoon opvoeren, waardoor je eigenlijk gewoon iemand anders in staat stelt om ook gebruik te maken van de klantportal. Oh ja, en direct een contactpersoon in ons CRM zetten, die wij weer kunnen uitnodigen voor een bepaald evenement. Dus op die manier bouwen wij ons dossier op. Je hebt hier het contactstuk met allerlei verschillende profielen en insteken waar je een supportticket in kan sturen of een order en planning aanvraag in kan sturen. En daar gebruiken wij verschillende profielen voor. En die profielen die zorgen er dan weer voor dat wanneer jij een supportaanvraag indient over een bepaald onderwerp, dat dat direct bij de juiste collega hier binnen AFAS terechtkomt, zodat die jullie zo snel mogelijk van dienst kunt zijn. En zo snappen jullie dat de klantportal en onze eigen interne insight heel erg dicht tegen elkaar aanzitten. Maar goed, vervolgens zijn we al die informatie aan het vastleggen. En die komt allemaal binnen. Nou, wat ik je nu even wil laten zien is een onderdeeltje in onze AFAS Open Insight. Dus het is een fictief voorbeeld van een verkooprelatie. En hoe we die informatie zouden kunnen segmenteren op een verkooprelatie. We gaan hier bij verkooprelaties gaan we naar aannemersbedrijf Van Straten. En ik kom hier eigenlijk op de stamkaart van de verkooprelatie waar ik gelijk wat algemene informatie kan vinden. Dus wanneer ik bijvoorbeeld iets zou gaan doen met deze verkooprelatie, ik ga er naartoe, dan zie ik gelijk wat de gefactureerde omzet is. Ik kan de viescontrole, waar mijn collega Mohammed wat over gaat vertellen, kan ik hier checken of deze persoon echt is wie die zegt dat hij is. Nou, we hebben de contactpersonen, ik kan wat zaken vastleggen en hieronder heb ik dossier. Dus ik heb een weergave gemaakt met recente activiteit, waar ik de laatste 10 dossier-items die ingestuurd zijn op deze klant laat zien. Dus ik kan gewoon zien wat er speelt en wat de meest actuele dingen zijn. Ik heb inzicht in de service en klachten, zodat ik kan zien welke klachten er zijn. Ik heb inzicht in het financiële stuk, zodat wanneer ik daar naartoe ga en een openstaande factuur heeft al voor wat aanmaningen gezorgd, ik dat weet op het moment dat ik met die klant spreek. En dit zijn allemaal voorbeelden die we kunnen gaan gebruiken om onze collega's die dan bij jullie op bezoek komen van de juiste informatie te voorzien. Maar die informatievastlegging en het inzichtelijk maken van mooie pagina's, mooie portalpagina's met de juiste informatie, dat is natuurlijk één stuk van het onderdeel. Je wil ook dat de informatie die vastgelegd wordt in het systeem van hoge kwaliteit is. Want op het moment dat je alles maar gewoon openzet en iedereen mag lekker elke dag van alles in dat CRM-systeem zetten, dan wordt het niet goed. Je moet daar hekjes omheen bouwen. Je moet zorgen dat mensen niet te ver buiten de lijntjes kunnen kleuren. En in onze software gebruik je daar de workflows voor. We hebben de workflow, hebben we verschillende mogelijkheden voor hoe je dit maar goed kan inrichten. Allereerst hebben we de profielen. Naar mijn persoonlijke mening een van de meest krachtige functionaliteiten die we kennen. Want profielen zorgt ervoor dat je je inside en je outside simpel kunt maken. Of het nou een declaratie is of een support ticket, je kan met profielen kun je het zo afbakenen dat de gebruiker die op in- of outside zit, een profiel kan aanklikken, alleen maar de meest relevante velden kan zien, de meest relevante helpinformatie kan zien en eigenlijk gewoon niet mis kan gaan. In mijn andere sessie over in- en outside vertel ik daar ook over. Je kan het de gebruiker zo simpel maken dat iedereen het kan gebruiken, zelfs als hij voor de eerste keer inlogt. Je kan het vier-ogen-principe toepassen. Iets wat steeds belangrijker is in CRM. Op het moment dat je een crediteur hebt staan waar openstaande posten openstaan en de bankrekeningnummer wordt gewijzigd, dan wil je dat daar op gecheckt wordt. Ik zal zo meteen het voorbeeld geven van de nieuwe workflow die we hebben gemaakt om een bankrekeningnummer te wijzigen bij een verkooprelatie of een inkooprelatie. Je kan condities en controles inbouwen. Nou, Mohammed heeft vanochtend aan jullie laten zien het nieuwe herberekenen van de condities. Dat gaat ongelooflijk veel nieuwe mogelijkheden bieden. Maar met condities en controles kun je zorgen dat de mensen die informatie invoeren, dat op de juiste manier doen. En wanneer er gekke dingen aan de hand zijn, dat een workflow dan eventueel naar een andere afdeling gaat, bijvoorbeeld de afdeling controlling, om te kijken naar, ik noem maar wat, de kredietwaardigheid van een klant. En tot slot, nou dat is een beetje de essentie van het verhaal. Al die workflows, al die processen leidt allemaal weer tot dossier-items. En die dossier-items, dat is jullie audit trail. Dat is de informatie die jullie nodig hebben om een klant goed van dienst te kunnen zijn. Nou, zoals ik net al zei, in CRM hebben we de workflow toegevoegd om een bankrekeningnummer te wijzigen bij een crediteur. Voorheen was dat gewoon een kwestie van aanpassen en het bankrekeningnummer wijzigen. We hebben daar nu een workflow aan toegevoegd.
En die workflow hebben we dusdanig slim gemaakt dat je hem eigenlijk kan afdwingen. Dus in Profit Windows heb je een instelling. En als je die instelling aanzet, dan zorg je ervoor dat elke wijziging op het bankrekeningnummer altijd een workflow, via een workflow loopt. Dus niet alleen wanneer iemand hem in of outside probeert te wijzigen, maar ook wanneer het via een connector of via een import gaat of wanneer het in Profit aangepast wordt. Altijd staat er een workflow, start er een workflow op die gecontroleerd kan worden. En zo zorg je ervoor dat altijd de informatie die in het systeem staat ook waarschijnlijk correct is. En voorkom je frauduleuze informatie. Laten we even gaan kijken hoe die workflow eruit ziet. En ik heb daar een mooi voorbeeld van voorbereid. Want we hebben namelijk in ons CRM hebben we een crediteur. En die crediteur heet de Belastingdienst. En die krijgt nogal wat centjes van ons. In dit geval, nou, het is alweer 3 ton meer dan dat het gisteren was. Ik weet niet precies wat er gebeurt in onze demo, maar dat loopt flink op. Maar goed, het is in ieder geval 1 miljoen aan openstaande posten. En ik denk, nou, dat vind ik wel interessant. Dat kunnen we wel naar ons toe trekken. Dus als ik nou even het bankrekeningnummer wijs voor deze crediteur, dan worden die centjes mooi op mijn rekening gestort. Ik weet niet of het in de praktijk echt zo makkelijk zou gaan, maar even voor theorie, bear with me. Dus ik heb hier de nieuwe workflow om een bankrekeningnummer te wijzigen en ik kan deze ook gelijk instellen als voorkeur voor deze betreffende inkooprelatie. Nou, ik zeg brief ontvangen, vandaar dat ik hem even wijzig en ik stuur de workflow in. Nou, op dit moment komt de workflow, heb ik hem zo ingericht bij bijvoorbeeld afdeling controlling. En de afdeling controlling die krijgt netjes een bericht van, hey, Bart heeft een bankrekeningnummer gewijzigd. Je ziet hier het nieuwe oranje label, dat zijn de nieuwe workflow statuskleuren die we hebben toegevoegd in Profit 21. En die kan besluiten om met deze workflow iets te doen, ja of nee. En dit is een voorbeeld. We hebben workflows voor het aanmaken van verkooprelaties, voor het aanmaken van inkooprelaties. We hebben workflows voor het vastleggen van bepaalde stukken data op je klanten. En al die workflows stellen je in staat om procesgestuurd te werken en het 4-ogen-principe toe te passen op momenten dat je dat nodig hebt. Mocht je hier nou meer van willen weten, en deze sheet heb ik gemaakt met het idee, er komt nog een sessie over workflows, maar die sessie is al geweest. Maar alle sessies worden opgenomen, dus mocht je meer willen weten over dit onderwerp en over hoe je het maximale kan halen uit je workflow, straks kun je die sessie terugkijken en dan zie je mijn collega Diederik en mijn collega Paul zie jij hier meer over vertellen. Er zat nog 1 dingetje, zat ons enorm dwars. We hebben namelijk de mogelijkheid om het eenvoudig te maken met profielen. We kunnen controles uitvoeren in een workflow. Alleen we hebben nog steeds niet zo heel veel grip op de controle wat mensen nou daadwerkelijk aan het invoeren zijn. Dit is een waar gebeurd verhaal. Vorige week was ik bezig bij de marketingafdeling om enkele van mijn marketingcredits in te zetten om hun zover te krijgen om mijn vader in te schrijven voor Sting. Die staat binnenkort in de Avond Live. Mijn vader is groot fan, dus ik denk, die wil daar naartoe. En wat schetste mijn verbazing? Mijn vader, David Grootveld, die staat 4 keer in ons CRM. 4 personen, natuurlijke personen, met elk 1 dossier-item, met elk een e-mailadres en een telefoonnummer. Maar 4 keer, hoe zorg ik er nou voor dat die data up-to-date is als mijn dossier gesplitst is? Het hele verhaal wat ik net verteld heb, over goede vastlegging en mooie processen, dat gaat allemaal niet op als ik verschillende contacten heb. We hebben een hele grote klant, een grote gemeente hier in Nederland, die staat 2 keer in ons systeem. Waardoor wij op de ene een paar 100 dossier-items hebben en op de andere enkele tientallen. Dus mijn dossier is gesplitst, is onvolledig. En dit zat ons dwars. Dus we wilden die datakwaliteit van CRM, die wilden we naar een hoger niveau tillen. Dus we hebben daar een enquête over gemaakt. En die hebben we op LinkedIn gepost. Nou, veel mensen hebben daar een reactie op gegeven. Misschien wel enkele hier in de zaal. Dank daarvoor. En we hebben daar getoetst van, joh, hoe groot is dit probleem nou? Speelt dit binnen jouw organisatie? Ten eerste, hoe maak je eigenlijk een organisatie aan? Kies je voor natuurlijk organisaties? Of pak je altijd de insteek verkooprelatie, inkooprelatie? Hoe vaak komt het nou voor? En het kwam best wel vaak voor. Zoals je hier ook ziet op mijn sheet. Veel mensen hebben te dealen met dubbelingen in een CRM. En let op, hè, het kan soms terecht zijn. Want soms een verkooplatie kan nou eenmaal vaker voorkomen. Dat is prima. Alleen een natuurlijk persoon of een natuurlijke organisatie, echt de basis, die wil je nooit dubbel in je CRM hebben staan. Dus daar hebben we functionaliteit voor gebouwd. Een controle op dubbeling. En we hebben een nieuwe controle gebouwd. Waarmee je zometeen in Insight, wanneer je een contact aan het opvoeren bent, eigenlijk gekeken wordt of die contact eventueel al bestaat op basis van een aantal velden. En nou hadden we vorige week een partnersessie. En toen vond ik in ieder geval, kwam de vraag enigszins verwijtend, is dit dezelfde controle als in Profit? En de reden dat dit enigszins verwijtend was, is omdat de controle in Profit niet super goed is. Voor jullie die hem kennen, als je een organisatie opvoert en die organisatie heeft toevallig, weet ik veel, B.V. aan het eind, dan zegt Profit, hey, we kennen al iemand met BV aan het eind. Dus die check, nee, dat was het niet helemaal. Dus we hebben een nieuwe gebouwd waar een mooi algoritme achter zit, die naar verschillende velden kijkt en elk van die velden heeft een bepaalde weging. En wanneer wij signaleren van, nou, die weging nu zo zwaar, wij denken, joh, deze persoon of deze organisatie die je aan toevoegen bent, die bestaat al en dan gaan we een melding geven aan de gebruiker dat dit zo is.
Nou, deze controle hebben we toegevoegd nu bij organisatie, persoon, verkooprelatie, inkooprelatie en een contactpersoon. En ook bij de gecombineerde workflow van verkooprelatie, contactpersoon. Het is een generiek stukje functionaliteit, dus het is een mooie controle waar een slim algoritme achter zit waar we heel veel mee kunnen. En we zullen deze check in de toekomst toe ook bij verschillende zaken ook gaan implementeren. Ik ga jullie laten zien hoe deze controle eruit ziet. En we switchen weer naar de demo. En vanuit CRM gaan we allereerst een eenvoudige organisatie aanmaken. Dus ik kies hiervoor nieuwe organisatie. En ik ga een organisatie invoeren met de naam AFAS Software. Nou, meest voor de hand liggende voorbeeld. Ik krijg meteen bovenaan een melding. Hey, deze organisatie bestaat mogelijk al. Want er is al een organisatie die AFAS Software heet in onze administratie. Ik kan hier het resultaat bekijken. En ik klik erop. En ik kom op de stamkaart van de betreffende organisatie. En ik kan verder gaan met het werk wat ik waarschijnlijk ging doen voordat ik die organisatie ging aanmaken. Maar bij verkooprelatie zit dit net even anders. Bij verkooprelatie kan het namelijk heel goed dat je hem dubbel aan wil maken. Alleen dan nog wil je natuurlijk niet die organisatie ook dubbel aanmaken. Maar stel, ik ben nu hier AFAS Software weer aan het aanmaken. Maar ik maak een typfout in AFSA. Ik had misschien iets moeten doen wat er misschien wat beter uitspreken was. AFSA Software. En ik heb niet door dat ik hier een typfout maak. Het systeem herkent nu nog niet van, hey, wat jij nu aan het opvoeren bent, die bestaat al. Dus die geeft ook nog niet de melding. Want we willen die melding kwalitatief houden. We willen hem alleen tonen als wij met grenzende zekerheid kunnen zeggen, dit contact wat je hier aan het opvoeren bent, bestaat al. Maar wanneer ik hier nu bijvoorbeeld een postcode plus een huisnummer invoer, dan zal hij aan de hand van die extra informatie, hè, dan die weging waar ik het net over had, zegt hij alsnog, hetgene wat je nu aan het aanmaken bent, dat bestaat al. Nou, ik heb in dit geval 4 organisaties op dit adres met dit huisnummer ingeschreven staan. Dat is onze demodata, dus logischerwijs toont hij die ook alle 4. Nu ik in verkooprelatie zit en ik ga hierop klikken, ga ik niet naar de stamkaart, maar neemt hij deze organisatie over alsof het de bestaande organisatie is. Dus je hebt hier de bestaande organisatie kiezen en hij gaat de gegevens van AFAS Software neemt hij over. Hetzelfde principe doen we bij de contactpersoon. Wanneer ik een contactpersoon wil aanmaken in de gecombineerde workflow aan verkooprelatie, bijvoorbeeld Kees Zandbergen, ook dan geeft hij weer de melding, er bestaat al een persoon die zo heet, weet je zeker dat je die niet wil koppelen? Nou, wanneer ik nu zeg toon resultaat en ik koppel die persoon, haalt hij automatisch van bij het aanmaken van deze workflow, hangt hij die als contactpersoon aan deze nieuwe verkooprelatie. Het kan natuurlijk ook zijn dat een medewerker denkt van, ah joh, die melding die heb ik bijvoorbeeld niet gezien. Dat zou kunnen. Als hij dan naar beneden scrolt en op aanmaken drukt, dan zeggen we nog een keer, het geslacht is verplicht. Oké. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik ga hem eventjes opnieuw doen. AFAS Software. En dus ik heb die melding staan en ik negeer de melding. En ik druk op aanmaken, dan zeggen we nog één keer van, joh, weet je heel zeker dat je deze organisatie opnieuw aanmaken, want hij bestaat immers al. Nou, dit zijn enkele simpele voorbeelden waarmee wij ervoor willen gaan zorgen dat die kwaliteit van informatie in jullie CRM, dat dat beter wordt. En dat wanneer je zo meteen al die fantastische vastleggingen en die dossiervormingszaken gewoon goed op orde hebt, dat het ook op de juiste contact wordt vastgelegd. Ik wil nog even aandacht besteden hieraan. En ja, ik ben een product iemand en niet een marketing iemand of een sales iemand. En ik snap dat dit verhaal misschien wel zo kan overkomen. Maar het is wel iets wat ik echt meen. Een goed CRM, een goede manier van je CRM vullen en daadwerkelijk met die informatie wat kunnen doen, begint bij een stukje cultuur. Want de medewerkers moeten het tussen hun oren hebben. Op het moment dat bij ons een consultant naar een klant gaat en er is daar iets aan de hand, dan weet die consultant, ik ga een notitie vastleggen in CRM. Op het moment dat een supportmedewerker signaleert dat de klant ontevreden is, of dat er wellicht misschien zelfs een klacht gekomen is, dan zorgt die supportmedewerker dat de juiste informatie, of dat de juiste opvolging krijgt. En omdat iedereen binnen AFAS dat hier doet, helpen we elkaar enorm. En die consultant die weet heel goed van die waardevolle informatie in dat systeem, die heb ik nodig om mijn werk goed te doen. Alleen het moet echt tussen de oren van mensen zitten om die informatie op de juiste manier vast te leggen. Dus een goede CRM begint bij een goede cultuur waar mensen ook daaraan willen bijdragen. En op het moment dat je dat dan doet, dan geef je dat een hoop voordelen. Geautomatiseerde spontaniteit is misschien een titel of misschien een uitdrukking die jullie wel vaker hebben gehoord. Ik weet wanneer jullie jarig zijn en ik weet dat ik dan leuk een WhatsAppje kan sturen. En jullie denken dan, dat is attent. Maar hey, eerlijk is eerlijk, ik weet dat helemaal niet. Maar het systeem weet dat misschien wel. Dus die geautomatiseerde spontaniteit is een voorbeeldje wat je kan toepassen om een betere klantrelatie op te bouwen. Hè, als jullie zoveel jaar klant zijn, dan weten we moeten even langsgaan met een presentje. Het systeem stelt ons daarvan op de hoogte. Want met zoveel klanten kun je dat natuurlijk onmogelijk zelf bijhouden. Het moet de moeite waard zijn voor mensen. Die medewerker die op support zit, die medewerker die een consultant is, die moet uit het CRM-systeem waardevolle informatie kunnen halen voordat hij daar ook de meerwaarde van kan zien. En voordat hij ook bereid is om daar tijd en moeite in te steken. Maak het voor mensen de moeite waard. Dat kun je met leuke acties doen, dat kun je met een duidelijke meerwaarde doen die mensen uit hun werk kunnen halen. Maar zorg ervoor dat het binnen jouw organisatie voor mensen de moeite waard is om op een goede manier bij te dragen aan het CRM-pakket.
In en outside is je visitekaartje. Dat is eigenlijk mijn andere sessie, maar ook hier is dat wel van toepassing. We hebben een klantportal met allemaal inspiratie, leuke evenementen. We proberen daar echt jullie naar onze organisatie toe te trekken. We proberen jullie actief te krijgen binnen het AFAS-domein, door jullie op die klantportal te krijgen en daar leuke dingen aan te bieden. Het is ons visitekaartje. Wat we hier fysiek aan jullie bieden in dit mooie nieuwe pand, dat bieden we online aan jullie op de klantportal. En tot slot de betrokkenheid met lief en leed. Zowel intern als extern, eigenlijk het voorbeeld wat ik net van de verjaardag noem, maar ook wanneer er iets minder fijns aan de hand is. Binnen AFAS werkt dat heel goed. Wanneer bij onze medewerker ernstig ziek is, dan krijgt die medewerker, en ik overdrijf niet, honderden kaartjes van zijn of haar collega. Daarmee creëer je een bepaalde betrokkenheid, daarmee creëer je een bepaalde samenhang, en dat is die cultuur waar ik het over heb. Dat is hoe je je CRM-fundament sterk kan opbouwen. Ik wil eindigen met deze plaat. Want ik heb nu 25 minuten theatraal staan oreren hier op het podium over wat er allemaal kan met CRM, maar er is natuurlijk nog veel en veel en veel meer om te vertellen, waar we nu helaas niet de tijd voor hebben. Op onze klantportal, onder het kopje inspiratie, kun je heel erg veel vinden over hoe wij omgaan met CRM, hoe wij ons klantportaal, hoe wij onze insight inrichten. Ik wil jullie vragen, doe je voordeel mee, kijk er een keer naar. En ik hoop in ieder geval dat jullie uit deze sessie een paar mooie dingen hebben weten te halen die jullie kunnen meenemen naar jullie eigen organisatie. We hebben nu nog 3 minuten. Nou kan ik jullie eerder wegsturen, maar wellicht zijn er nog prangende vragen die iemand wil stellen. Daar aan de rechterkant. Nou heb ik hier een mooie catchbox liggen. Ik ga die even naar jou toe gooien. Ja, ja, sorry mevrouw. Nee, oké, okay, gaat allemaal goed. Ja. Yes, graag in de microfoon praten, dan kunnen we je goed horen. Ja, mijn naam is Matthijs van het bedrijf Solar Clarity. En wij hebben een webshop, dus contacten en verkooprelaties aanmaken, dat doen we vanuit de webshop via de API. Dan vroeg ik me af of die ondubbelfunctie ook via de API beschikbaar is. Ja, de vraag is of de ondubbelfunctionaliteit, die ik aan jullie heb laten zien, ook werkt via een connector of via een API. Dat is nu in dit geval nog niet zo. We hebben het nu echt heel erg toegespitst op het aanmaken vanuit een in- en outside. En dat algoritme wat we aan het bouwen zijn, willen we uiteindelijk ook toe gaan passen op andere dingen. Alleen bij een koppeling, bij een API, zouden er nog best wel, dat is vaak wat meer bruter, hè? Dat pompt gewoon data het systeem in. En met die uitval zou je wat moeten willen. Dus op het moment dat wij nu een workflow hebben waarmee je het aanmaakt, dan geef je de gebruiker ook aan wat er aan de hand is. Op het moment dat we dat via een connector zouden doen, nou, zouden we bijvoorbeeld misschien een berichtje zouden kunnen versturen van deze contact is aangemaakt. Maar liever nog zou je hem gewoon gelijk aan dezelfde contact kunnen koppelen als je de juiste informatie hebt. Ligt iets genuanceerder, is iets gevaarlijker als we dat helemaal automatisch gaan koppelen. Maar wel zeker iets waar we naar kijken. Bedankt voor je vraag. Hier vooraan. De box komt van achter naar je toe. Hop. Ja, ah, heel goed, goed gegooid. De CRM-check, ik zie eigenlijk staan dat het bij aanmaken is. In hoeverre kan ik de bestaande CRM op oude bagger checken? Ja, dus de vraag is, met deze controle gaan we de aanmaakproces gaan we bekijken. Dus wanneer iemand een nieuw contact aan het aanmaken is. En de hele terechte vraag die ik tot nu toe elke sessie gehad heb, kan ik hier ook mee mijn bestaande CRM ontdubbelen? Het antwoord daarop is nu nee. We willen daar ook echt heel graag iets mee, want dit is wel een van de twee standpunten van, joh, je wil kwalitatieve data in je CRM zitten. En hè, zoals ik al zei, mijn vader zit 4 keer in ons CRM, hoe gaan we dat precies oplossen? Alleen, data samenvoegen is iets wat we nu nog niet zo goed kunnen. We willen daar dit algoritme wel voor gaan gebruiken, alleen we lopen tegen bepaalde praktische zaken aan. We moeten dan ook gaan kijken naar software om dossier-items samen te voegen of contacten samen te voegen. En dat ligt wat complexer. Dus het is zeker iets wat onze aandacht heeft. En ik hoop ook op niet al te lange termijn hier iets voor te kunnen presenteren op het podium. Ja, want daar lopen wij ook tegenaan, tegen die zaken. Ja, ja, ik zeker. En ik denk met jou nog redelijk wat andere. Waar? Kun je goed gooien? Hij moet helemaal naar achter. Waar mag je? Ja, naar die mevrouw erachterin. Hoppa, kijk, dit is altijd leuk, hè? Ja. Yes, mevrouw. Hi, ja, wij hebben net pas een implementatietraject gedaan hier met AFAS een aantal dagen. En we hebben eigenlijk vooral gefocust op het importeren van data. Mm-hmm. Maar nu staan we op het punt, zeg maar, eigenlijk om live te gaan. Maar we merken gewoon dat het binnen de organisatie lastig is om collega's mee te krijgen. Ja. Zeker om er actief mee aan de slag te gaan, zodat we zien dat we allemaal hier, zeg maar, belang bij hebben. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of jij misschien tips hebt van hoe zou je dat dan kunnen aanpakken binnen de organisatie om iedereen gewoon wat meer betrokken te krijgen. Ja, het is de vraag is eigenlijk, hè, jullie zijn net live, en hoe je nou die betrokkenheid kunt stimuleren. Hoe zorg je er nou voor dat mensen betrokken raken en ook naar die portal toe gaan om het in te voeren? En daar is helaas niet een heel simpel antwoord op. Want wat ik in mijn verhaal ook vertel, het is een stukje cultuur.
En het is een stukje AFAS-medewerkers. Voor ons is het misschien wel heel simpel, want wij doen al ons werk in Insight. Als ik een wens beoordeel of een fout bekijk, dan is dat op Insight. En die fout zit in het dossier van een klant. Dus bij mij is het helemaal erin geramd van dat is het systeem waarmee we werken en daar zijn we. Alleen, hè, zoals ik net probeerde te vertellen, je moet het mensen wel waard maken om daar naartoe te gaan. Dus jullie hebben medewerkers, die moeten waarschijnlijk daar informatie in invullen. Maar wat is de incentive voor zo iemand om dat te doen? Dus je moet heel goed kijken, wat heeft die medewerker er nou zelf aan om dat te doen? En hè, voor een accountmanager, iemand die de commerciële kant aan zit, is dat misschien wat logischer, wat voor de hand liggender. Want ja, nou, die moet daar een dossier op voeren en die wil over een jaar zijn klant kunnen bellen om misschien een upsell te doen en dan wil die een dossier kunnen kijken. Maar je hebt natuurlijk heel veel medewerkers die gewoon hun werk doen en die denken, ja, oké, leuk, ik moet het invoeren en wat heb ik er nou zelf aan? En ja, dus je moet echt op zoek gaan naar manieren om ze te stimuleren om dat te doen. En ik zou willen dat ik nu tegen je kon zeggen, je doet dit, je doet dat, je doet dit. Maar ja, dat heb ik niet echt. Maar ja, dingen zoals als leuke nieuwsberichten op je site, de verjaardagen tonen op je site. Ik kan dat tegenwoordig op Facebook, kan ik dat ook niet meer vinden. Zegt misschien ook wat over mij. Maar gewoon een plek waar mensen hun informatie kunnen vinden, waardoor je ze eigenlijk naar dat intranet toe trekt. En als ze daar dan toch zitten, verlaag dan de drempel voor het aanmaken van die relaties zoveel mogelijk met wat van de profielen en zaken die ik net heb laten zien. En hopelijk ga je het op die manier voor elkaar krijgen. Ja, wij hebben zeg maar intranet eigenlijk alleen maar voor declaraties, loonstroken, dat soort zaken. Ja. Maar wij starten daar niet mee zoals jullie daar dagelijks wel mee starten. En dat maakt het denk ik lastig mensen daar actief mee aan de slag gaan. Ja. Dus dat ervaren wij wel, zeg maar. Ja, en zeker. En niet elke organisatie is zo'n zwaar georiënteerde klantorganisatie. Hè? Bij ons draait alles om de klant. Ja. Wij bouwen de software aan de hand van de klantwensen die we binnenkrijgen. Wij leveren support aan de hand van de vragen die we krijgen. Dus we zijn ook constant bezig met dat CRM-systeem. Ja. En dat is natuurlijk niet bij elk bedrijf zo. Nee. Maar op het moment dat er wel klantdata vastgelegd moet worden, dan moeten de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, moeten daar een bepaalde rol in gaan spelen. Ik ben zojuist uit de tijd gelopen, zie ik. En ik wil niet te ver uitlopen, want anders krijg ik op mijn kop van de regie. Jullie hebben nu nog 13 minuten om naar de volgende sessie te gaan. Je mag de box gewoon even naar voren gooien, daar raap ik hem zo wel op. Dankjewel voor jullie komst. En Gaat het, meneer? Ik verwachtte hem maar. Sorry, dat was mijn schuld. Hey, dank jullie wel en veel plezier nog vandaag.